tussen in de bezit is gekomen van Charleroi met Aziz Rabat. De Fransman die aardig wat kan voetballen. Mooie 1-2. En dan een bal opzij voor Frederik Peiremans. Het schot belandt in de handen van Dusan Belic. Eerste dreiging in de match. Het is van de bezoekers. Du Colombier sober. Maar goed in de loop en in de voeten van Teppers. Het was een goede beweging van Peiremans. Het schot van Viers gaat naast. Anglebert. Geen buitenspel van Philippe Viers. En Anglebert komt opnieuw de bal vragen. Achterna gezeten door Peiremans. Anglebert zet die bal in de handen van Franky Frans. Nog eens in dreiging van Sint-Truiden. In deze evenwichtige gestarte wedstrijd. 20e minuut van de match intussen. Het blijft wachten op het eerste grote doelgevaar hier op Staaien. Vrijschop nu voor de thuisploeg met Isaias. Een eenmansmuurtje van Samuel Remy. En veel volk in de 16 meter. Daar is de vrijschop. Du Colombier mee opgeschoven. Nog Du Colombier gaat eraan. Toch komt er wel eens aan. Viers in het pak. Kan moeilijk afdrukken. En dan is er Wouter Franke. Ook zijn schotstrand in het pak. Net als dat van Teppers. En dan wordt daar Philippe Viers afgevlacht in buitenspel. Maar een eerste serieuze prangende fase voor een van beide doelen. Het was voor de kooi van Franky Frans. Franke. Isaias. En daar is Rodonia plots. En een goede save van Franky Frans. Dit was de eerste heel grote kans in de match. Kijk er nog maar eens naar Mladen Rodonia die bal aanneemt. Maar Franky Frans heeft goed de hoek verkleind en is tijdig uit zijn doel. Viers. Lijkt de bal even met de hand mee te nemen. Vindt daar aan de flanken. Isaias, die kapt Fasano uit en schiet aan. Goeie save van Frans. De druk en de dreiging van Sint-Truiden neemt toe. Het schot van Isaias gepareerd door Frans. Snel genomen vrije schop, maar ongeconcentreerd daar, waardoor ze de bal niet kunnen meenemen daarvoor in bij STVV. En Wio centraal kan uitkomen. Bal ingeleverd. Bij Samuel Remy. En dat is een kopbal die net naast gaat. De kopbal van Dante Brogno. Nog eens een dreiging van Charleroi dat hier nauwelijks meespeelt op Staaien. Kort voor de rust voert Paul Peters een wissel door. De op het eerste gezicht licht geblesseerde Mladen Rodonia verlaat het veld. In zijn plaats komt Kurt Mertens. Bijna 3 minuten in de toegevoegde tijd. Hoekschop nog voor Sint-Truiden met Teppers. En wie loopt daar de bal bijna in doel? Kurt Mertens. Nog niet zo lang geleden ingevallen, maar hij stuit op Franky Frans die Charleroi in de eerste helft heeft terechtgehouden. We rusten bij 0-0. Ingooi voor Sint-Truiden tegen de cornervlag daar. 2 minuten gespeeld in de tweede helft. Huvens ingevallen voor Wouter Franke, de voorzet van Isaias. Viers kon er nog met het hoofd aan en dan een schot op de lat van Patrick Teppers. Bijna stond het verdiend 1-0. In de herhaling die bal voor de voeten van Patrick Teppers en hij spat op de lat uiteen in het begin van de tweede helft. Ingooi. En hier is Gueye die de bal mee pikt en die gaat schieten. Save van Belic en bal op de lat dan. Maar wat een foutje achterin bij Sint-Truiden waarvan Gueye kon profiteren. Hij vuurde op doel. Belic weert en via de lat opnieuw in de handen van Belic. Eerste grote kans voor Charleroi. 5 minuten ver na de rust. Van Ham. Mooi de diepte ingestuurd. Voor zich nog Rudy Du Colombier. Voorzet van Ham. Daar is Gueye. Kopbal. Belic pakt. 10 minuten na de rust. Ingooi Sint-Truiden. Mertens slecht terug. Van Oekelen, Isaias. Lage botsende voorzet, Viers draaien en schieten. Goeie parade van Franky Frans. Anglebert. Met ruimte hier bij Peter Voets en mooi het gat ingedoken. Chris Buvens gaat die scoren. Nee, Franky Frans goed uit zijn doel. Anglebert ontwijkt daar Samuel Remy en ontwijkt ook Frederik Peiremans. Geen buitenspel van Philippe Viers. Strak en een goede save van Franky Frans. De beste man bij Charleroi. Het veldoverwicht van Sint-Truiden
geïllustreerd door nog maar eens een corner en een knikkende kopbal. Van opnieuw Philippe Viers. En weer is Frankie Frans op de goede plek. Halfweg de tweede helft. En Sint-Truid heeft Tjallerwa volledig in zijn greep. Daar is een vrij schop. De Colombier mee, Buvens. En nu gaat die bal er nog niet in. Hij week af en wijkt af in de hoekschop. Ingooi voor Sint-Truiden met Peter Voets. De tijd dringt voor Sint-Truiden. Dat ook al vier matchen zonder zegen is. Daar is dan toch misschien die mogelijkheid. Nee, weer Frankie Frans. Onvoorstelbaar. Op weer een bal van Patrick Teppers. Kijkt u nog maar eens. De voorzet. Daar gaat Teppers. En daar staat Frankie Frans, de held van de Zebras. Al doorgekopt Mertens, daar is Viers. En daar een mistrappen daar van Fasano. En Viers maakt van dat misstapje gebruik en scoort. Verdiend, oververdiend 1-0. Daar ligt de held van de match tot dusver gevloerd. Maar het was Fasano die in de fout ging. En zo ziet u hoe Philippe Viers die fout afstraft. En Sint-Truiden op 3 minuten van het einde verdient 1-0 voorbrengt. 1,5 minuut in de toegevoegde tijd. Nu maakt Frans van der Weygaard een einde aan de match. Frankie Frans, de doelman van Charleroi, leek lang de held van de match te worden. Maar de matchwinnaar is Philippe Viers die Sint-Truiden in de slotfase de verdiende 1-0 zegen bezorgt. Sint-Truiden 1, Charleroi 0. Opnieuw geen punten dus voor Charleroi op staai en opnieuw geen enkel doelpunt. Philippe Viers, ex-Charleroi, en Frankie Frans, nog altijd Charleroi, dat zag u, gaven tekst en uitleg bij Stefan van Loek. Je speelt een wereldpartij, je dreigt of je gaat de held worden van de ploeg en dan zo'n heel lullige goal tegen. Je moet je toch ongelooflijk rot voelen vandaag. Ja, rot voelen doe je altijd. Hè. Als je een lullige goal tegenkrijgt, elk doelpunt dat je tegenkrijgt is rot. Maar ja, een doelpunt wordt gescoord op een lullige manier. Dus je moet het accepteren. Misschien volgende week gaan we misschien een rotwedstrijd spelen. En dan wij de laatste minuut een rot doelpunt gaan maken tegen Lombo. En dan staan we misschien ook te dansen. Dus we moeten accepteren. Het was een verdiend doelpunt, vind ik. Zeker als je onze tweede helft ziet. Natuurlijk, als die doelpunt niet valt, dat verdiend doelpunt, ja, dan blijf je gewoon steken op een 0-0. En dan als je 3 minuten voor het einde, denk ik, die tegen de netten kunt laten vallen. Dat doet, dus de ontlading is ongelooflijk. Het is rustig.